wij hebben als 5-sterrenhotel Bildenberg Garden uitgekozen. Dat is een 5-sterrenhotel. Dat is gelegen in Oost-Zuid. We hebben bij Bildenberg Garden hebben we een rondleiding gekregen. We zijn daar opgevangen door een mevrouw die daar bij de receptie werkte en bij de sales. Die heeft ons een paar kamers laten zien. Het Bildenberg heeft 124 kamers, waarvan 6 suites, 96 gewone kamers en 26 deluxe kamers. We hebben de gewone kamers en de deluxe kamers hebben kunnen zien. De suites waren helaas helemaal vol, dus die konden we niet bekijken. Ze hebben een restaurant, Kersentuin, die heeft 101 zitplaatsen. Dat is voor het ontbijt, de lunch en het avondeten. Ze hebben daar ook vergaderruimtes, waarvan 10 of 5 hele grote. Maar er zit ook een heel groot doek in het midden die je er ook tussen kan spannen. Dus dan kunnen er uiteindelijk 10 worden. Die zijn tot 175 personen. Alle 5 zijn ze, dus dan heb je toch al maximaal zo 100-700 vergaderplaatsen. Er is gratis wifi op in het Bildenberg. Daar heb je wel een aparte code voor nodig, maar kan je opvragen bij de receptie. Er is een lift, huisdieren zijn toegestaan, casino is in de buurt. Vliegveld Schiphol is binnen 10 kilometer. Er zijn heel veel gasten bij Bildenberg. Het hotel toen wij daar voor een rondleiding kwamen was helemaal vol. In de winter heb je meer zakelijke gasten en in de vakanties heb je natuurlijk meer toeristen. Als er een congres in de buurt is in Amsterdam, dan zit de Bildenberg eigenlijk wel helemaal vol. De hele bovenverdieping is dan eigenlijk helemaal bezet door alleen maar zakenmensen. Dat is ook een aparte afdeling die je met een aparte lift kan bereiken. Dus niet iedereen kan die afdeling op. Die wordt dan eigenlijk helemaal afgehuurd. En heel veel mensen zijn tevreden over het Bildenberg Garden, dus die komen ook steeds weer terug. Dus als er een congres is of een evenement, dan is eigenlijk de helft of drie kwart van het hele hotel zit dan gelijk vol. Dus ze draaien ook nog steeds goed, ze hebben weinig last van de recessie. En ook toen wij daar kwamen zaten ze helemaal vol. En er werken ongeveer 10 tot 15 mensen bij de receptie met stages. Er heeft een klasgenootje hier op school gezeten. Die heeft de opleiding Front Office Manager gedaan en die werkt daar nu ook bij de hoofdreceptie. En die hebben ook even gesproken hoe ze daar vond. En zij werkt daar nu uiteindelijk 5 dagen in de week, 40 uur.